deadline die premier Rutte zichzelf heeft gesteld is voorbij. Half maart moest er een sterke afname zijn van het aantal vluchtelingen. Maar er komen nog steeds veel asielzoekers naar het continent toe. Wat vinden fractievoorzitters daarvan? We moeten doorwerken aan een oplossing om ervoor te zorgen dat die mensen niet meer verdrinken in de Egeïsche Zee. En dat die taferelen aan de Balkan zich niet meer voordoen. En ik hoop dat we een stap donderdag en vrijdag bij de Europese stop, dat daar een stap gezet kan worden. Maar vandaag is die deadline die Rutte zichzelf had gesteld. En dan zouden er andere maatregelen volgen. Weet u al wat voor? Nou, hij heeft die deadline aan zichzelf gesteld. Dat moet hij aan hem vragen. Maar volgens mij is het niet nodig om paniekmaatregelen te nemen. Is het volgens u ook fors verminderd? Want er komen nog steeds mensen, steken nog steeds de zee over. Ja, en daarom is ook een deal met Turkije ook van belang. Die afspraken zouden ertoe moeten leiden dat die stroom via Turkije echt richting die nul gaat. Ja. Dat wordt donderdag en vrijdag verder aangewerkt. Ja. En de VVD hoopt dat dat lukt. Ja. Want dat is de beste methode om te zorgen dat we die vluchtelingenstroom nog beter onder controle krijgen. De aantallen zijn duidelijk naar beneden, maar ze zijn nog steeds te hoog. De laatste keer dat is gemeten, dat was afgelopen zaterdag, hoeveel mensen van Turkije naar Griekenland zijn gegaan. Zijn dat er nog altijd een paar duizend, 2.500 geloof ik in één dag. Als we kijken naar wat er de eerste twee maanden in Nederland binnen is gekomen, zijn dat er nog altijd twee keer zoveel als de eerste twee maanden van vorig jaar. Dus dit is de volgende leugen van premier Rutte. Nou, hij moet vooral eens bij zichzelf te raden gaan. Of je Nederland op zo'n manier wil besturen. Dat je dus aan het begin van het jaar in een televisieprogramma achterloos zegt, binnen 6 tot 8 weken gaat de instroom naar nul. Terwijl iedereen die dat hoort, aanvoelt, dit kan niet waar zijn. En dan blijkt het ook niet waar te zijn.